het is weer heerlijk weer. Vandaag op bezoek bij Gusto MSC, Mark Johnstone. Mark Johnstone? Oh, die is hier niet, die is in het nieuwe gebouw. Als je hier een stukje verder doorloopt, dan vind je hem. Dankjewel. Gusto MSC is een onafhankelijk, wereldwijd bekend en toonaangevend ontwerp en ingenieursbureau voor de offshore en energiemarkt. Nou, een pandje hoor, daar moet je kijken. Dat ding. Waar zijn we? We zijn hier op locatie bij ons, dadelijk ons nieuwe gebouw. En ik zou vanaf september gaan we hierheen met 200 man. Die zitten nu op iets meer dan 3000 vierkante meter en die komen hier te zitten in een gebouw van meer dan 6000 vierkante meter. Wat gebruiken jullie van AFAS? Het is denk ik meer de vraag, wat gebruiken we niet van AFAS? Als je kijkt, we hebben het met name genomen voor het projectendeel, maar daarnaast het financiële stuk, HRM, payroll, CRM, wat niet. We zijn in 2005 tegen AFAS aangelopen en daar werken we nu bijna 10 jaar naar volle tevredenheid mee. Nou zijn jullie engineers die maken gebruik van software, maar jullie hebben toch niks met zo'n back-office pakket? Dat zou je verwachten, maar je moet je voorstellen, 10 jaar geleden werkten die mensen nog vanaf papier. Heel veel lijstjes, voor zover ze met software werkten, waren het allemaal losse pakketten die ze moesten samenvoegen om daar informatie van te maken. Heel veel zaken zijn met de komst van AFAS een druk op een knop geworden en je hebt een antwoord. En dat is uiteindelijk ook wat zij willen. Waarom moet ons bedrijf winnen? Ik denk dat wij het toonbeeld zijn van hetgene waar je AFAS voor moet gebruiken. We werken er nu 10 jaar bij. We zijn continu aan doorontwikkelen, met name de laatste jaren. Als je kijkt naar waar de mensen nu mee bezig zijn ten opzichte van 10 jaar geleden, zijn ze veel minder bezig met takken klopwerk en veel meer bezig met wat ze moeten doen. Denken, analyseren, problemen oplossen en niet dat domme papierwerk eigenlijk. Takken klop. Takken klop. Ja, nu alleen nog eventjes het stickertje. En ik dacht, om nou genomineerd te hebben op een stickertje op een pand waar niemand is, kan je toch beter op het oude pand plakken, toch? Hebben ze.